Er is nog overigens nog wel een kansje dat ze het, het voorstel onderuit kunnen halen. Naar mijn mening is het zo dat, dat het in het kader van de, wat dan heet de ladder voor duurzame verstedelijking, dat het voorstel niet geldig is. Dat is een wettelijke regeling in het kader van de ruimtelijke ordening. En die vereist dat je op regionaal niveau onderzoek doet waar je een nieuwe ontwikkeling plaats kan laten vinden binnen de bebouwde kom. En pas als in de hele regio binnen bebouwde kommen het niet mogelijk is om een bouwkundige of hoe zeg je dat, een ruimtelijke ontwikkeling te laten plaatsvinden, dan pas mag je in zo'n uitleggebied gaan zitten. Nou, daar zullen juristen over moeten steggelen of dat klopt. Maar de bewoners hebben dus een kans om de zaak nog tegen te houden, denk ik. Het besluit kan nog gekeerd worden dus? Dat denk ik, ja. Maar dat zal uitgevochten moeten worden tussen juristen.